Hallo allemaal. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je een dropshot montage maakt. Je hebt nodig een haak. Deze is van Dan. Een setje. En lood. Dit is speciaal dropshot lood. Met een gleufje erin waar het lijntje in vast blijft zitten. En een lijntje. Dat kan fluorocarbon zijn. Maar ik heb even gewoon een lijntje van Sprotech. Nou, je gaat een lijntje afknippen van ongeveer 50 centimeter. Dan pak je de haak. En die steek je bij de achterkant, steek je hem erin. Dan maak je gewoon een soort van gewoon knoopje. En dan draai je aan de ene kant, dus aan allebei de kanten, draai je de lijn. Die trek je 3 keer doorheen. Eén. Twee. En aan de andere kant dus ook. Of tenminste 2 keer of 3 keer. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als maar tenminste meer als 2 keer is. Dan trek je hem aan. En de haak, die staat dan al gelijk. Wat je nou nog moet doen, is de bovenste draadje door het oogje weerhalen. Zodat de knoop aan de binnenkant zit. Nu blijft hij heel mooi staan. Nu pak je het loodje. Dan steek je hem in het brede gedeelte. En dan kan je zo de diepte bepalen waar je ongeveer het setje wil laten zweven. En dat draadje, dan moet je dan niet afknippen, want die kan je dan altijd nog gebruiken. Bijvoorbeeld als je in diep water gaat vissen. Bijvoorbeeld op snoekbaars in de Flinke Vezenplas of zo. Dan maak je aan de bovenkant Een dubbel knoopje. Een lusje. En dan doe je gewoon een platte knoop. Alleen dan 2 keer. Als het goed is, heb je hem dan zo. Met het loodje. Dan pak je de set. Je hebt de haak, die pak je hier. En dan heb je hier de set. Die steek je in de kop. En die draai je voorbij de haakbocht. En dan kantel je hem. Je buigt een beetje de set. En je prikt hem aan de onderkant. En dan haal je hem er zo doorheen. Nu hoef je alleen nog de kop van de shed, hoef je alleen nog naar die bocht te schuiven. En nu kan je de diepte, de haaklengte bepalen of hij nou helemaal tegen het shedje aan ligt, of dat hij er een beetje uitsteekt. Nou, dit was het filmpje.